Vrouwen staan nog altijd voor een grote uitdaging als zij zich willen bewijzen in de maatschappij. Alhoewel er al jaren over gendergelijkheid wordt gesproken, ervaren vrouwen nog elke dag dat zij geoordeeld worden op basis van het vrouw zijn. Om vrouwen te bemoedigen en mensen bewust te maken van de achterstand die vrouwen moeten inlopen als het gaat om leiderschap en gendergelijkheid, vond vandaag in Hotel Marriott de lancering plaats van de campagne Excellence Women First. Manuela Zelmans, medewerker UNDP, vindt dat vrouwen zelf moeten vechten voor hetgeen waarop ze recht hebben. Ik ben hier als een medewerker van de UNDP en ik mag u mededelen dat ik dat zelf ook ervaar in mijn carrière. Zelfs binnen de VN. Dus al die geweldige policies van ons en de wetgeving, dat is niet voldoende. En ik ben er heel erg bewust van dat de enige manier hoe we iets kunnen veranderen is als wij zelf als vrouwen opstaan en vechten voor ons recht. En on our journey doing so is het heel belangrijk dat we weten dat er vrouwen zijn, vrouwelijke leiders, that have paved the way for us. Die hebben gevochten en hebben gestreden. En dat we vandaag een signaal geven aan alle vrouwen in Suriname, dat er nog vrouwelijke leiders zijn die bereid zijn om je die ondersteuning te geven en die push. De campagne staat symbool voor een krachtig streven naar gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in aanloop naar de nationale, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2025. Minister Bronte Somaharjo juicht deze campagne toe, omdat nationale bewustwording over gendergelijkheid moet worden doorlopen in alle werkgroepen en commissies bij de organisaties van de verkiezingen. Maar dat ook na de verkiezing de bewustwording ook merkbaar zal zijn bij diverse voordrachten en benoemingen voor besluitvormingsposities, met name in onze hoogste college van staat. Er moet inderdaad nogal wat gebeuren om de toegang voor vrouwen op het hoogste niveau in de politiek toegankelijker te maken. Binnen politieke partijen en daarbuiten. Ik besef mij terdege dat als minister in de politiek mijn eigen ideeën die passen bij deze generatie en de komende generaties, de betrokkenheid van vrouwen op dit hoogste niveau als normaal gezien moet worden. Deze campagne, onderdeel van het UNDP-project Women, Leadership and Democracy, wordt gecoördineerd door STAS International in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken.